3, actie, voilà. Hoe maken we dat vleesbroodje? Of wat zijn de ingrediënten, hè, voor dat vleesbroodje? Gewoon toch wel een paar dingen die het wel specialer maken, vind ik. We hebben een glaze, maar dat gaan we zelfs erbij zien, apart. Ik heb een crepinetje, dat is zoiets velken, dat ga ik ook zelfs laten zien. Dan begin ik hier met gewoon, ja, standaard, misschien zo laten zien, hè, maar gewoon standaard gemalen, gehakt, gemengd dan, varkens en rund, wat je in de standaard winkel zou kopen. Hier heb je door een slager een klein beetje half-half om grof laten malen. Dus ook varkens en rund. Probeer aan je slager te vragen dat hij een soort grove gehakt mengeling maakt met minimum 30% vet. En de broodjes straks veel, veel sappiger zijn. Dus dat staat hier aan de kant. Wat hebben we dan nog nodig? We gaan een klein beetje brood nodig hebben. Het moet daarom geen toverbrood zijn. Dat mag gerust een ander brood zijn, maar geen panko. Daar kom ik zelfs op terug. Of geen gedroogd brood. Nog vers brood, sappig brood. Hè? Dan heb ik hier het klein beetje melk. Om het brood zelfs nat te maken. We hebben wat zout. We hebben een eitje gaan we daar aan toevoegen. Ik heb hier, maar ik heb het hier eigenlijk in zitten. Ik heb mijn Love Meatloaf kruiden. Daar zal ik ook een receptje van geven. Het is niet alleen goed voor meatloaf, maar ook voor gehaktbalkjes. Graag heel veel dingen. Je trekt je vlees een hele, hele mooie, lekkere basic flavor. Klein beetje peterselie. Een klein beetje, laten we het Engelse saus noemen. Als je geen Engelse saus hebt, ketchup werkt ook altijd. En dan hebben we ook nog een klein beetje echte mosterd nodig. Wat ligt er dan nog? Een klein beetje ui. En een klein beetje los. Nu, voordat we aan iets gaan beginnen, stel ik... Dat is een persoonlijke keuze eigenlijk, wat je moet maken. Maar ik heb persoonlijk niet zo heel graag de... Ik apprecieer look heel graag. Mensen die bij mij in de les zitten, zullen dat zeker ook kunnen beamen. Maar ik hou niet van een rauwe looksmaak. Dus wat gaan we doen? We gaan die look even eerst garen. Dan met onze look gaan garen, gaan we ook onze ajuintjes garen. En that's it. Je moet die niet gaan bruin bakken. Pas op, lichtbruin, goudbruin, hè? Kleur van mijn flesolie. No problem. Maar laat dat niet bruin worden. Dat is eigenlijk de taal geen nut. Dus ik heb mijn vuur heel laag staan. Je moet ook niet te fijn snijden. Want hoe fijner je dat snijdt, hoe meer kans dat je gaat hebben om direct al beginnen. Allee, ja. Bruin te bakken. En niet goudbruin te bakken, om het zo te zeggen. Ajuin hetzelfde. Je moet dat gewoon zien. Hè, dat dat een klein beetje mooi grof gesneden is. En that's it. We gaan het... garen, dus je mag van mij gerust dat hoekje van de ajuinen daaraan toevoegen. Dat is geen enkel probleem. Goed. Wassen. Nog twee keer. Voilà. Dus niet te hoog vuur. Eerder aanstoven dan aanbakken, om het zo te zeggen. Maar er mag gerust een lichte vorm van de kleuring optreden. En dan eerder naar karamellisatie toe dan naar echte verbranding. Dus ik heb mijn vuur hier... Ik heb mijn vuur hier nu op 5 zetten. Zodra ik mijn vuur zelfs probeer te pruttelen, zal ik het wel iets lager zetten. Of misschien zelfs juist iets hoger. Goed. Voor de rest moet je daar niet te veel fantasie aan toevoegen. Laat dat maar gewoon heel op zijn gemak gaan stoven. Zodra dit gaar is, dus die, vooral die look dan, ajuin is ook altijd leuk, gaan we daar glad kutteren en dan gaan we daar eigenlijk al onze smaak aan toe. Maar ik denk, als jullie meestal een vleesbroodje zullen maken, dat jullie meestal gewoon zijn om eigenlijk uw vlees een kom te doen. En dat is alles gaan toe te gaan voegen aan dat vlees, gelijk wat panko, broodkruimels, uw smaken. En dan gaat je dat beginnen te knelen. Wij gaan het eigenlijk vandaag iets anders doen. We gaan zelfs straks zo beginnen. Gaan we ons brood even kutteren en weken. En eigenlijk gaan we aan die broodpap alles de smaken aan beginnen gaan toevoegen.
Dat is eigenlijk een beetje op de manier, gelijk ze in Italië, heb ik toevallig gezien, ik weet niet of elk ding in Italië gaat, of iedere slager in Italië gaat, maar het viel mij op dat in Italië heel vaak dus de worsten ook een klein beetje een broodbasis zijn. En dat zij heel vaak eerst daar alle kruiden in gaan mengen, in die broodbasis, om dan nadien eigenlijk ja, het vlees daar aan toe te gaan voegen. En dan krijg je ook een veel schonere verdeling van al die smaken. Goed, maar we gaan weer allez, ja, de tijd een beetje vooruit gaan gooien, vrees ik. Hè? Maar dit op een laag vuur begint nu heel rustig te pruttelen en laat dat garen. Laat dat echt garen, dat één, uw look gaar is. Dat is vooral het belangrijkste. Uw ajuin ook. Ajuin smaakt wel iets minder tegen, maar rauwe look, not done. Oké? Okay? Probeer te volgen. Wat gaan we nu doen? We nemen wat van dat toastbrood. Ik zeg het, dat hoeft geen toastbrood te zijn. Dat kan een sandwich zijn, dat kan een oud stuk. Zuurdeesem moet ik nu zeggen. Maar zuurdeesem heeft nogal van tijd het nadeel. Als je dat korstje gaat pakken, dat breekt gelijk niks. Als je een zuurdeesemkorst pakt, ik garandeer u, daar ga je even op mogen kutteren, denk ik. Desondanks, het zou perfect ook lukken. Zo. Heel op het gemak. Nog een tip wat ik geef. Het is mooi, houd, hè, leeft. Maar houd de lepels, probeer zoveel mogelijk uit je pot te halen. Houd je een klein beetje smaak af. Goed. Je hebt twee manieren. Je kunt dat mooi breken. Maar ik heb dan zoiets, als je dan toch een mes bij je hand hebt, pak dat gewoon even vast. En snijd er een keer in. En je laat dat brood in je kutteltje vallen. Ja, nu dat ik erover nadenk, ik heb dat eigenlijk nog nooit niet echt afgewogen. Ik zal dat zelfs eens een keer eens heel mooi proberen af te wegen. Maar ik heb eigenlijk op een kilo gehakt, en heb ik eigenlijk meestal iets meer dan 1 kilo gehakt, heb ik ongeveer een drietal koppen brood nodig. Dus ik stel voor dat ik hier eens even ga kutteren. Dan zal ik u zo zeggen wat een kop brood is, of 3 koppen brood zijn. Goed. Niet te fijn, maar fijn. Ja, dit gaat denk ik ongeveer een 3-tal kopjes zijn. Natuurlijk ga ik dat dan zo doen. Dan heb je die kop ter beschikking. En je pakt in één keer al maar een grote mengkom. Ja, natuurlijk heb ik geen grote glazen. Anders kon het misschien nog iets mooier volgen, maar we gaan het best doen. Nu ja. Laten we eens kijken wat 3 koppen brood ongeveer is. ~40, dus een goed, laten we zeggen, tussen de 100 en de 120 gram. Ik ga nog een paar vetbotten bij pakken. Korstjes en zo, laat dat eraan. Hè. Dat komt dus echt. Vroeger werd mij toch aangeleerd om naar een vleesbroodje toe die korstjes en zo af te halen. Ik heb dat tot nu toe nog altijd niet het voordeel van uitgezien. Voilà, zit het ongeveer juist. Nog een klein beetje. Hupsa, voilà. Dit is dus ons brood, kruimeltjes. Ja, dat is een klein beetje op de houden, want ik kan niet tegen. Dit stooft heel op zijn gemak verder. Ik weet niet of je dat mooi ziet. Maar verkleurt nog altijd niks. Maar gewoon zachtjes aan het aanstoven. Oftewel aan het sueren. Voilà. En nu ga ik een klein beetje melk pakken. Ik zal het ook weer even zwegen. Nu denk ik dat er zin. Voilà. De bedoeling is... Je gaat geen cornflakes maken dat de melk bovenop drijft. De bedoeling is dat je juist genoeg melk erop gaat gieten tot uw brood het heeft kunnen opslorpen. Dus dat je zelfs in die kom gaat beginnen te mengen en je ziet de bodem van je kom
weet niet of je het hier ziet, een toekje, dan mag daar wel geen melk liggen. Dus dat moet wel allemaal mooi opgenomen zijn. Goed. Het zal niet een exacte wetenschap zijn, in de zin van dat bij mij mijn broodkruim misschien net iets meer melk had opsloten dan uw broodkruim. Dus ik zal erbij schrijven, plus minus. Goed. Het is ongeveer een goede deciliter melk wat erop zit. Mensen die moeilijk hebben met hun maten, ongeveer een 100 gram. We gaan het opgeblokken doen, maar we gaan gewoon dit mengen. En de bedoeling is dat dat brood niet meer droog is, goed sappig is. En desondanks heeft dat toch nog iets kruimelig. En je ziet ook, als ik dat hier op de plaat laat zien, dat is echt, allee ja, is het bijna niks van vloeistof. Hè? Goed, dit is onze starter. Die laat ik hier even lang staan. Dit blijft doorgaren eventjes. Ik ga het even aan de kant zetten, want we gaan dit zelfs dit hier ook moeten kutteren. Maar ik zeg het, zolang dat niet gaar is en zolang dat niet die eerste verkleuring gehad heeft, laat het alsjeblieft op zijn gemak doen. Het wordt echt waar alleen maar lekkerder met dat. Allee, dat is mijn mening. Ik heb nu heel veel meatloaf, hè, want als je vleesbrood zoekt, dan merk je wel dat ze op andere talen alles veel meer kunt vinden dan in je Nederlandse taal. Maar het komt er eigenlijk op neer, want heel veel mensen echt aankaarten van dat juist niet te bakken. Zij houden van die rauwe smaak wat in dat vlees terechtkomt. Tja, één, rauw. Ik bedoel, hier al een klein beetje peper en zout zelfs bij. Het smaakt al 1000 keer anders, dat is mijn mening. Ten tweede, als uw ajuin rauw is en je begint in uw vlees te koken uiteindelijk, gaat dat vocht beginnen af te geven. Uiteindelijk krijg je al een vochtiger structuur in uw gehaktbroodje. Maar je krijgt ook zo een zakje waar dat vocht alleen van de ajuinen zit en voor de rest niks anders er. Naar mijn bescheiden mening, wat ik al een paar keer echt geprobeerd heb, look sowieso garen en gaar in de ajuin ook, komt er alleen maar beter uit. Goed. Ja, terwijl dit nog even verder bakt, hier heel mooi op mijn gemak de rest gereed zetten. En ik zal het er even vooruit spoelen en dan kunnen ze zelfs, als we aan het mengen zijn, even door. Allee. Samen. Goed. Voilà, mensen. Ten eerste, je ruikt het al. Hè? Dus alles begint te garen. Ten tweede, ik heb nu een niet-kleefpan genomen. En je begint te merken aan de... Niet-kleef, dat is helemaal fout wat ik zeg. Aan een kleefpan. Dus... Geen anti-kleef, maar een kleef. Begint je te merken dat het zo stilletjes aan, wanneer je het ziet, maar het lijkt wel zo dat je het beter ziet. Begint om in je aanbakseltjes te krijgen. Ziet je dat hier? Let op dat dat aanbaksel niet bruiner wordt dan... Ik zal het een beetje aanschouwelijk houden van de kleur van die olie. Ja? Dat licht goudblonde, allemaal geen probleem. Maar laat dat niet bruiner worden, want dat gaat zo'n beetje een nevast hebben op uw smaak. Zeker uw look. Ajuin valt nog allemaal mee, maar uw look, ja. Rauwe look is niet lekker, maar verbrande look, geloof me. Goed. Voilà. Mijn juintjes zijn goed. Ik ga die gewoon een klein beetje tegenhouden. Mijn vuur te laten. Dan zijn ze goed. Theorie, als ik u dat mag zeggen, maar het is met allemaal zo'n beetje het filmen en het beetje organisatorisch te houden. Dit, hè, doet dat echt letterlijk een uur op voorhand. Laat dat heel schoon afkoelen. Hoe mooier de dag gekoeld is, hoe fijner dat ook zelfs in uw gehakt kan. Uiteraard.
Voilà. En nu even wel proberen af te koelen. Anders ben ik er meer aan het knippen en bruinen spoelen dan dat ik aan het koken ben. Goed. Dus in theorie laat je dit even. Ik zal zeggen, maak een minuutje op voorhand, laat dat afkoelen. Ik ga het nu heel eventjes in de diepvriezer steken, puur voor even je shock erin te krijgen, dat we het door kunnen. Voilà, die zijn... Eigenlijk zijn koud lauw, koud zijn ze niet. Allee, vooral de hitte moet eruit zijn. Je zit hier met rauw gehakt. Als je dat nu gaat warm maken, gaat één dat vet smelt wat in je gehakt zit. Plus twee zit gewoon een klein beetje met een risico. Allee, hè, een stukje vlees bezig. Dus probeer zoveel mogelijk koud te houden. Ik wil je gewoon even laten zien te gooien dat je mee zit met mijn verhaal. Zuur deze brood. Maar gelijk, deze is de beste denk ik. Alhoewel. Gelijk dit. Niet dat gaat, je kan er niet zoomen. Hè. Maar ik wil maar zeggen, zo dat goudbruine, dat mogen hebben. Dat is niet fel gebrand, dat is niet verbrand. Dat is juist voor een klein carbonatieprocesje en dat moet je hebben. Zeker naar je look toe. Als je dat bij je look. Allee, ja, zo mooi kunt krijgen, dan zit je perfect. Goed, wat gaan we nu doen? We hebben hier een ajuin. We hebben die shallotten. Ajuin en de look. Hier zo, dat onnozel mixen. We gaan dat even glad mixen. Dus even over toe. En... dat gaat omhoog kruipen. Dus gaat dat wel een paar keer eens naar omlaag duwen, dat dat echt bijna een pastakken wordt. Het moet geen gladde pasta zijn. Pasta zijn, ja. Denk eerder zo'n beetje aan een pesto of zoiets iets. Of gelijk. Giant pesto een van de mooiste voorbeelden is. Een mooie, dikke, gemixte broccolige pap. Goed. Nu gaan we dat een klein beetje smaak gaan geven. Hè. Plus, we gaan dat ook een klein beetje natter maken. Zodat het ook nog eens zelfs even gaan gekutterd worden. De bedoeling is echt niet dat je een soep gaat glad mixen. Hè. De bedoeling is wel dat je de smaken echt zoveel mogelijk onder elkaar gaat proberen te mengen. Goed? Dus we hebben nu die ajuin en die look. Daar doen we eigenlijk onze peterselie aan toe. Nu, naar kruiding toe heb ik zoiets van, dan moet je zelf een klein beetje gaan beslissen. Zou het hier nu dragon gebruiken, of je bissel gebruiken? Nu, peterselie zou ik sowieso gebruiken, altijd. Maar naar die kruiding toe is het wat je zelf echt moet gaan beslissen. De smeuïgheid, de sappigheid van je vlees en de structuur, en dan een klein beetje je basismaak, dat vind ik heel belangrijk, wat we nu vandaag hier gaan zien. De afkruiding, dat is iets waar ik toch wel hoop dat je stilletjes aan alleen aan het leren zijn. Goed, een eitje. Goed, eigenlijk is het er ook bij. Nu, 2 theelepels zout zijn snowflakes. Dus dit is het minimum. Nu, fijn zout heb, zou ik misschien kleine lepeltjes pakken. Maar naar wat wij nu aan het maken zijn, is zeker dat kilo gehakt. Je moet ook denken dat 1 kilo gekocht gehakt, om dat even zo te laten zien, hè. Dit is zwaar gekruid, maar echt, ik bedoel, gelijk het zo zou kunnen opeten.
En dit heb ik gewoon laten malen, dit is bijna niet gekruid. Dus die twee theelepels, ook al lijkt dat veel, hier in dat mini klein kommetje, geloof me. No problem. Goed. Hier nog heel even mee wachten. Dat is voor Savas. Dan hebben we een heel klein beetje van die Engelse saus. Of je gebruikt een klein beetje ketchup. Het is maar voor een beetje dat ja, je ne sais quoi erin te krijgen. De mosterd heb ik hier nu niet. Jawel. Ongeveer een eetlepel. Dus ik pak twee koffielepeltjes. En dan de love meatloaf kruiden. Ik hoop dat ik het niet vergeet erbij te zetten. Ongeveer... Ik weet het eigenlijk niet. Toch 9. Dan zijn we zo bij die Engelse recepten. En dan pak ik zo op een kilo gehakt ongeveer een halve tas. Dus ik heb het nu al een andere tas overgegoten. Maar we gaan kijken. Hè. 40 gram. Echt waar. 40 gram. 40 gram van die I love meatloaf kruiden. En nu ga ik eens vlug mijn lijstje overlopen. En dan een eitje tegen de uile loop, de peterselie, het zout, de kruiden, de mosterd en de wok. Nu gaan we dit ook weer kutteren. Maar nogmaals, de bedoeling is niet dat met de peterselie zelfs helemaal vergroeid is in de massa. De bedoeling is eerder dat ik dat gewoon een keer goed onder elkaar gemengd heb. Goed? Ik wil dat ook met de lepel kunnen doen. Hè. Voilà. Meer is het niet. Voilà. We gaan terug naar hier. Ik ga mensen even een nieuw zicht. Nee, voilà. Dat mag weer weg. Nu gaan we handschoentjes aandoen. En dan gaan we met de handen werken. Dit is nu denk ik toch wel een groot verschil met wat, allee ja, hoe dat ik vroeger een vleesbroodje maakte. Ja, ik zou nog andere dingen ook kunnen gaan doen. Zie ik het zo niet, dat is mooier zo. Hè. Maar ja, dat kan ik niet zo meer volgen. Ik zal mijn best doen, goed. In ieder geval, dat is dat brood. Dat brood met die melk, dat heeft een beetje geweekt. En ik wil hem maar gewoon de structuur laten zien. Dat is gewoon, ja, pap. Hè? Je neemt deze massa. Schaap dat hier volledig uit. Je wordt nu wel nog. Dat is niet waar. Het is een andere. Oh, eerlijk gezegd, dat ruikt al heerlijk. Echt waar. En dit, ja, gaat je nu mengen. En dit vind ik persoonlijk best wel een vrij belangrijke stap naar uw vleesbroodje toe. Goed. Ruikt gewoon al. Maar ja, gaan we dat wijs maken. Hè. Dit is het, laat het zeggen, het warenhuis gehakt. Of het gewoon gemalen gehakt, gelijk jij dat hè, bij de slager of het warenhuis zou halen. Oh. Voilà, zo. Gaan we eerst even op het gemak gewoon mengen. En ik heb niet vergeten te vertellen eigenlijk. De hele tijd tot nu toe heeft dus mijn vlees in de frigo gestaan. Van mij gehakt. En ik heb dat bewust gedaan. Hoe kouder uw vlees is. Want je ziet hè, hier in het andere gedeelte is het vrij veel vet. Hoe kouder dat vet is, hoe minder dat vet zijn eigen ook gaat willen binnen te vermengen. In deze massa. En mij ook juist zo'n klein beetje aankaarten van hè, die ajuinen en zo. Laat dat toch wel even eerst afkoelen. Want die hitte van die ajuinen zou misschien juist net genoeg kunnen zijn om dit op te warmen.
waardoor je eigenlijk, ja, dat vet begint dat weg te smelten, dat vet begint weg te smelten, op smaak allemaal niet zo heel erg, maar je gaat wel merken naar je eindstructuur van dat vleesbroodje toe, dat dat wel een klein beetje, ja, minder gaat zijn. Ik ga dat even zo doen. Ja. Gewoon gemengd. Als je dit niet kunt, heb je problemen, vrees ik. Daar gaat mijn grof gemalen gehakt in. Ik heb nu zoiets van, goh jong, ga je naar de slager? Ik zou niet weten waarom, maar ga je naar de slager? Toch wil ik dat maken. Koopt u bijvoorbeeld spek of een spierenkortelet of iets met veel vet aan? En snijd daar gelijk een steek tartaar zou maken. Heel fijn. Dat is op zich ook geen probleem. Naar het biefstuk toe. Dat is gelijk, ja. Eerste keer dat ik dat maakte, had ik een stukje zesrib gekocht. En op zich was dat wel heel lekker daarin. Ik niet, allee, maar het is waar wat iemand mij aankaartte van zesrib niet misschien een klein beetje duur voor gewoon een vleesbroodje te gooien met gehakt. En dat is ook wel. Zoekt u een stuk vlees uit wat vet heeft, vooral rund dan, hè? Wat u niet te veel geld kost en het moet toch gemalen worden. Dus dat er nu een iets taaier stukje is, een iets minder mooi stukje is. Dat maakt echt niet uit, hè? Moet je nu niks vinden, je kunt het ook gewoon met gehakt doen. En natuurlijk, dat iets grover gehakt daaraan toevoegen tegenover dat andere gehakt, dat heeft nu wel juist die meerwaarde. Goed? Ik weet dat je dat waarschijnlijk raar gaat vinden, maar eens een kleintje proeven. Ja, het is echt, echt, echt goed. Rauwal. Goed, je hebt nu even een plastic folie gelegd voor even de twee broodjes al te kunnen maken, vooraleer ik ze in het kribinetje draai. Goed? Dus je verdeelt die massa die je gemaakt hebt in twee. En in uw hand, uiteraard. Ik zal het een klein beetje hier doen. En in uw hand probeert je al een klein beetje daar een broodje van te maken. Hè. Je moet dat nu ook niet te fel op elkaar duwen, want hier en daar zo dat klein beetje lucht. Daar gaat ook weer een beetje een smalsere structuur geven. Hè. Maar langs de andere kant heb je echt te veel lucht, en dan kan het wel zijn dat zelfs je broodje gaat openbreken. Dit is nu niet een eindvorm, dit is maar gewoon al een soort voorvorm. Dat ik zelfs iets minder werk heb met mijn kribinetje daar rond te maken. Goed. Natte handen, by the way. Als je nu geen handschoenen hebt, oh, zit hier. Hier heb je nog echt wel heel veel van dat vlees op elkaar gehoopt, dus nog eens even op elkaar mengen. En ook al plekt dat is de bedoeling. Als je zoveel panko of iets anders erbij gedaan, dat de massa weer niet plekte, dan kreeg je weer een heel droog vleesbroodje in. Dat is iets wat we echt gaan proberen te vermijden. Oh, dat ziet er schoon. Goed, kunt je nog volgen? Ja, hè. Open maken. Voilà. Kribinetje. Dus het broodje ligt hier voorgevormd. Nu, als we dat in de oven gaan steken, zo, en liefst ook zo, van tijdens dat in een bakvorm. Maar, ik weet niet hoe je redeneert, maar ik vind persoonlijk het lekkerst aan zo'n vleesbroodje. Letterlijk zo, dat stukje en dat stukje. Dat zou je door kunnen schillen, eigenlijk heel die schil. Waar dat het eigenlijk gekarameliseerd is in de oren, of die Maillard-reactie in de oren heeft opgetreden. Ja, dat is hetgeen wat ik het lekkerste vind. Dus sowieso al zou ik dat niet in een vorm doen, dat er zoveel mogelijk karamelisatie kan optreden. Wat me wel heel vaak opvalt, is dat er heel veel vocht uitkomt. Maar echt letterlijk heel veel vocht. Op zich kan dat geen kwaad. Moet een klein beetje vocht kunnen ontsnappen. Maar toch verlies je sappigheid. En het is al gehakt. En je weet ook allemaal wat er gebeurt met gehakt als je het al lang gaat pakken. Dus ik dacht, laten we eens. En ik weet niet of iedereen dat kent.
Maar dit zijn eigenlijk creepy netjes. En creepy netjes, weet ik, hè? Ik ga het proberen een beetje mooi te laten zien. Het zijn eigenlijk de vliezen die rond de organen hangen. Dus het is heel natuurlijk. Hè? En dus die witte stikjes, dat is allemaal nog, allee, dat is allemaal toe. En dat lijkt misschien heel alienachtig, of waar zou ik dat moeten gaan zoeken? Maar garandeer u, als jij gewoon bij je stager binnen gaat en je bestelt dat een week op voorhand, die kan u dat zeker en vast voorzien. Moest je me niet kunnen voorzien en gewoon in de buurt, belt je mij naar mij. Ik heb dat meestal hier in de diepvries liggen. Kost ook twee keer niks aan mensen. Goed. Maar wat doet dat creepinetje? Dat is eigenlijk een vliesje. Je gaat wel een klein beetje bijtrimmen. Dat ook niet te veel creepinet zelfs rond het vlees hebt hangen. Hè? Maar dit vliesje gaat hopelijk alle sap hier mooi binnenhouden. Waardoor we eigenlijk een hele lekkere, sappige vleesbroodje gaan krijgen. Dat het helemaal ingesloten is, want als je het niet insluit, ja, dan kan het vocht er natuurlijk ook niet in blijven. Bijvoorbeeld als een papillot, als jij een stukje vis een papillot wil draaien, maar je laat er overal scheuren in, zodra er het minste stoom begint te ontstaan, ja, kan dat stoom natuurlijk ontsnappen door die scheurtjes die jij gemaakt hebt. Hè? Dus, ik ga het nog zo'n klein beetje schoon verder uittrekken. Hier lijkt hij nu heel wit. Wacht, je ziet dat natuurlijk weer niet. Hier lijkt hij nu natuurlijk heel, heel, heel wit. Maar ik garandeer u, dat is bij andere stukken vis ook al heb gedaan, als dat één keer aan het warm worden is en dat begint uit te smelten, zie je daar niks meer van. Allee, niks als ik juist hoort. Maar weinig tot bijna niks. Voilà. Ik ga hem kom wegzetten, want ik verstoor het mooie beeld van het vleesbroodje. En geef je toch toe. Juist, echt toch, nee? Alsof ik dat nog gedaan heb. Voilà, ze. Deze heb ik wel niet gekruid met peper. Dus ik zal u straks zeggen als de meerwaarde was of niet. Nu, we zijn er bijna. Het enige wat ik nu nog graag maak, is eigenlijk een soort kleis voor de rover. En wat doet glijs? Hetzelfde wat ik juist zei, als je dat straks weer in de oven gaat steken, gaat dat zo een klein beetje beginnen te karamelliseren. En die glijs gaat dat eigenlijk mooier doen. Dus, voor de glijs, ongeveer een drietal eetlepels ketchup. Engelse saus. Worstersaus. En eigenlijk, als we dit zouden mengen, dan kan je wel blijven hetzelfde. Als we dit zouden mengen, heb je eigenlijk een heel eenvoudige en een hele lekkere basic vleessaus. Een kameraad geleerd, als je een korteletje aanbakt, je maakt ongeveer dezelfde verhoudingen. Als je korteletten nog even een oven in gaan, smeert dan een keer over je korteletten. Echt lekker. Goed.
Dus dit is uw basic. Dit was onze ketchup, onze Worcester. Ik ga er ongeveer een een kleine eetlepel wel, maar niet te veel, want dat is vrij zoet. Maar dit heeft wel een bom van umami, zoals uw ketchup ook bij jou. En uw Worcester saus ook. En dan zoek ik eigenlijk nog een heel klein beetje soja, want die heb ik niet klaarstaan, zie ik. Ik meen dat van de wel. Zout, theelepeltje, niet meer. Dan gaan we dan een keer mengen. En dit gaan we eigenlijk gebruiken als, ja... Ik zou het bijna durven lak noemen. Het is maar puur dat het mooi zijn eigen gaat beginnen. Ja, de karamelliseren. Goed. Ketchup en Worcester alleen is heel lekker. Oestersaus geeft zo wat echt een vleesmaak in een boven toe schiet. En ja, sojasaus. Ik denk dat sojasaus 100 jaar geleden al in Europa geïntroduceerd geweest, dan kookten wij vandaag een pak minder met zout. Ben ik maar echt waar 100% zeker van. Dat gaat binnen dit en 100 jaar helemaal veranderen. Denk ik, hè. Smeert dat heel subtiel, mooi in. En als je ongeveer een drietal eetlepels ketchup neemt, dat is ook echt effectief de hoeveelheid die je nodig hebt voor, ongeveer, voor een kilo. Was een kilo 100 eigenlijk, als ik eerlijk moet zijn. Voor een kilo mooi in te smeren. Goed. Al wat op je bakplaat komt, dat gaat vreselijk verbranden. Allee, verbranden. Dat gaat serieus karamelliseren. Maar de rest niet. Kijk. Nu ga ik even spieken, want paktijden is een ding niet. Dat bedoelt toch zeker niet hoe lang. Het komt er eigenlijk op neer dat je een kerntemperatuur van ongeveer 72 graden straks in het midden van je stukje vlees hebt. Erbij zetten en naar gelang het nu uitkomt, dat ik ook effectief schrijf, want zo lang was het in deze oven. Maar dat ik altijd zeg, iedere oven is anders. Uw vleesbroodje is dikker, dunner, langer, smaller, ik weet het niet. Je zou het perfect gedaan hebben gelijk mij en even groot hebben gedaan. Flauwke, hè? Nee. Ik wil maar zeggen, je kunt dat niet zomaar zeggen van zoveel minuten, zoveel graden. Je moet dat testen. Zeker als je een klein beetje naar de goede cuisson. Cuisson is de graad van gaarheid van uw vlees binnen de oven gaan. Goed. Dus deze ga je nu de oven in. 220 graden. Ik ga die toch zeker een kwartiertje op 220 laten. En dan zal ik kijken wat ik daar verder mee doe. Goed. Ik stel voor, tot 's avonds.